Nou, meneer Moes, gefeliciteerd. Wat heb je precies gewonnen? Ik heb Coin Challenge, kampioenschap challenge schaal gewonnen. Met een vliegticket richting Japan. Zo, en met wat voor vis heb je dat gewonnen? Dat heb ik met een Tansho Sanka van de challenge gewonnen. En kun je ons wat vertellen over die vis? Ja, het was een klein visje, maar heel veel potentie zag ik erin. Door haar goede huidkwaliteit met de glans erop. En ja, eigenlijk de stippen precies tussen de ogen. Hey, en ik heb nou net tussen de regels een beetje doorgehoord, zeg maar. Je hebt twee competities, maar volgens mij was dit wel de hoofdprijs dit jaar. Ja, dit was echt de hoofdprijs. Ik heb 2 jaar daarvoor heb ik dus de Grand Champion mogen winnen met de Shiro Utsuri. En dit jaar was echt de hoofdprijs, zeg maar, van de challenge en de show. Hey, en heb je geheimen hoe je dat doet? Nou, ik heb geheimen met mijn dealer samen, waar ik dus de tips van krijg. En wat ik dan ook uitvoer en wat heel goed bevalt. Oké. Okay. En deze vis die jij mee hebt gewonnen, hoe oud is dat visje? Zodat ik weet is het een jong Nissai. Dus begin 2 jaar. En ja, aangekocht bij Maruzai. Hey, dus, maar deze vis zeg maar, is nou een jonge vis. Ja. En in hoeveel kuub water zwemt die thuis? Hij zwemt bij mij thuis in 20 kuub water. 20 kuub water, oké. Okay. Ja. Hey, en heb je nog doelen voor volgend jaar? Ik heb nog wel wat doelen voor volgend jaar, maar er moeten eerst wat vissen verwijderd worden uit de vijver, dat ik dus betere vissen terug kan halen. Oké, okay, dus op de komende show gaan we je wel weer zien? Ja, zeker weten. En heb je daar nog aspiraties om weer bepaalde dingen te promoveren? Of? Nou, dat nog niet. Want ik weet nog niet wat ik echt precies in mijn vijver ga vinden dit jaar. Dat ik ook met een nieuwe filtrage ga beginnen. Met een trommelfilter, dus dat alles nog stabieler wordt. En nog meer onder controle krijgt. Ja, ik zou zeggen, super mooie prijs. En we zijn heel erg benieuwd wat je, waar je volgend jaar mee uit de hoogte komt. Ja, dat ben ik zelf ook nog wel. Dus. Nou hebben we de schaal weggelegd, maar je hebt nog een andere prijs gewonnen als een vliegticket naar Japan. Ja. Ik neem aan dat je dat eerst thuis moest verwerken. Dan moet je natuurlijk sparen voor een reis. Ja. Heb je zicht op wanneer je naar Japan wil? Ja, dat is eind najaar van in 2020. Oké, dus volgend najaar dan als alles in de pen zit en, ik zou zeggen de zakgeld hoeveelheid goed genoeg is, dan ga je naar Japan. Ja, dan ga ik zeker naar Japan, ja. Als alles zijn werk doet en de zakken goed gevuld zijn, dan ga ik mee, ja. Super, jongen. Nou, Wilbert, gewonnen, Mooshiniek. Waarmee heb je Mooshiniek gehaald? Ja, met Tansho Koshiki. Met Tansho Koshiki. En kun je ons wat vertellen over die vis? Die vis heb ik nou een klein half jaar, iets meer. En die kwam broodmager binnen. En ik heb geprobeerd daar een dikke body op te krijgen. Ja. En hem toch weer volgen in de lekte, dat hij goed op lengte kwam. Oké. Okay. En hoe groot is ze? 60. 60 centimeter. En qua kleur, zeg maar, heb je daar nog wat aan gedaan of glans? Want ik moet heel eerlijk zeggen, die vis is hiervoor naar Arsen met ons geweest. Uh-huh. Heeft ze helaas niks gepakt. Ja. Dat was een gedoe met de centimeters en de size. Want ze is nou naar weer gekrompen. Ja. Zelfde jury, ze waren unaniem erover uit, ze hadden nog nooit zo'n perfecte Tansho Koshiki gezien. Dus kun je daar wat over vertellen wat je hebt gedaan in tussentijd dan met die vis? Niks, hij was toen hij naar Arsen ging mooier als nu. Hij was veel donkerder. Maar voor de rest is hij gewoon weer verder meegaan in de vijver. Oké. Okay. Wekelijkse onderhoud. En hoe krijg je dit zo donker? Want ik ken die vis natuurlijk behoorlijk goed, heel erg goed. Ze heeft bij jou echt wel heel veel stappen gemaakt. Ik denk dat het door de waterhardheid komt bij ons in het dorp. Het water toch harder is als hier. Is hier. Ja. Hey, en dan had je voor de rest nog een andere prijs gehad volgens mij, met een andere vis? Ja, met de Aigromo had ik eerst gewonnen. Ja. Ja. En moeten we daar nog wat van weten van die vis? Of is dat een geheim voor de toekomst? Voor de toekomst. Voor de toekomst. Ja, toekomstvis. Ja. Hey, de bodies, want de bodies waren allemaal heel erg mooi en de huidkwaliteit was goed. In jouw vat, zeg maar, dat heb je ook van de jury gehoord, was een genot om naar te kijken. Ook de andere vis die je had aangeschaft, daar hebben ze je nog het een en ander over uitgelegd. Kun je daar wat van vertellen van wat ze ervan vonden?
Het vond het een hele aparte vis en zo, omdat hij mooi gaat ontwikkelen in de bouw ook. En dat ik hem net zo mooi krijg als die andere. En doe je wat speciaals met je vissen dan? Want als je naar je vat keek, het vat was heel schoon, de compositie was mooi. Het zijn ook niet allemaal pluspunten, maar ja, als je naar andere vaten keek, heb je wat speciaals qua voorbereiding gedaan? Nee, niks. Gewoon hoe ik alle weken doe. Wekelijks onderhoud en kijken dat het water gewoon goed blijft. En hoeveel kuub water heb je? 12. 12 kuub. En hoeveel vis heb je? 6 zwemmen erop. Ja. En wat kunnen we verwachten in de toekomst? Ik hoop dat ik nog een paar stapjes kan maken in de toekomst. Dus dit is zeg maar het begin? Ja. En hierna, volgend seizoen, wat ga je, wat wil je dan halen? Want ik heb gehoord, er zijn twee verschillende competities. Er was een Champions League en een gewone. Wat kunnen we verwachten, wat wil je halen? Champions League doe ik ook mee. En ja, in deze klasse wil ik toch wel weer proberen nog hoger te komen. Okay. Maar dan met dezelfde vissen of gaan we andere dingen van je zien? Nou, misschien ook nog wel wat anders. Misschien wel wat anders. Nou, de verrassing zal blijven. Bedankt. Ja, graag gedaan. Nou, we staan hier met de Adult Champion winnaar. Beschrijf je gevoel. Ja, mijn gevoel is natuurlijk geweldig. Als je met een vis eigenlijk zo'n prijs bereikt eigenlijk, ja, dat is toch gewoon een teken dat je wat goed doet. En met wat voor vis heb je die prijs gewonnen? Met de Shiro Uchuri. Vertel eens wat over die vis. Ja, die vis is dus inderdaad heel mooi in body en glans. Ja. En zowel het witte als het zwarte eigenlijk, ligt er gewoon perfect op. En kun je wat over de geschiedenis van die vis vertellen? Heb je die al 5 jaar of wat heb je ermee gedaan? Heb je hem binnengehouden of vertel eens wat? Nee. De vis komt eigenlijk uit de mukpond, ja. Dat heb ik vorig jaar gehaald. Ja. En die is een jaar in Asukari geweest, bij de kweker zeg maar. Ja. En dit jaar heb ik hem opgehaald. Hij is gewoon een body echt gewoon goed, als in de lengte. En Asukari, dus je hebt die vis in Japan gelaten, die heeft in een mukpond neergedraaid. Ja. Die hebben ze daar speciaal behandeld, die heb je dit jaar mee naar huis gekregen. Ja. Dan heeft zo'n vis natuurlijk ja, toch enigszins een achterstandje. En dan breng je hem zo naar de show. Wat is aan jouw geheim? Ja, goed voeren. De waterkwaliteit is natuurlijk het allerbeste. Als de waterkwaliteit goed is, komt de vis ook goed voor de dag. Ja. Dus, en dan heb je, we hadden dit jaar 2 competities. Dus de gewone wedstrijd. Daarnaast nog een Champions League. Daar heb je ook in meegespeeld. Ja, dat klopt. Met een tansshow. Met een gewone tansshow. Ja. En ja, nou is voor ons de vraag, wat heb je gedaan? Ja, ik heb hem eigenlijk in de vijver gezet en gewoon net zo als de rest eigenlijk behandeld, goed voer erop en de waterkwaliteit omhoog houden. Ja. En hoe groot is je vijver dan? Mijn vijver is 16 kuub. 16 kuub. En heb je veel vissen in je vijver? Op dit moment 16. 16 vissen. Heb je een speciaal filter dan of dergelijke dat je zo'n kampioen maakt? Ja, er zit een trommel voor met een vierkamer erachter eigenlijk. En ja, een goede beluchte bodem erin. Okay. En die chance om daar even op terug te komen, want heb je daar nog wat mee gewonnen dan? Ja, ik ben tweede mee geworden. Tweede. In de Champions League. In de Champions League. En ja, je vertelde net wat moois, toen stond de camera nog niet aan, maar ja, wat zei je daar eigenlijk over die prijs? Ja, voor een wildvreemde eigenlijk om mijn vis te beoordelen, eigenlijk puur op de vis, is dat gewoon een enorme eer dat ik als tweede ben geworden. Okay, dus je vindt het een heel eer dat de Japaner zeg maar, ja. Uit alle inzendingen jouw vis eruit haalt, zeg maar, zonder dat hij weet wie Raymond Kuiper is, welke vijver dat hij heeft, of hoe lang dat hij al kooi heeft, zeg maar, dat hij gewoon bekijkt van hé, hey, dat is een vis, daar zie ik potentie in. Ja. En dat je dat zie je als eer zeg maar, voor jouw gedane werk. Ja, zeker. En ja, wat kunnen we verwachten voor volgend seizoen voor jullie? Ja, nog beter hè, en nog scherper. Nog beter, en nog hoger op de ladder. Hoger op de ladder. En Champions League, ga je daar weer in meespelen? Ja, daar ga ik zeker weer in meespelen. En ik durf haast niet te vragen, maar met hoeveel vis je dan? Want als ik dit nou zo zie, wat zijn je verwachtingen? Ja, ik verwacht eigenlijk dat ik ongeveer hetzelfde resultaat als dit jaar haal, maar dan net iets beter nog. Net iets beter. En heb je nog geheime vissen of andere dingen waar we nog verrassing van kunnen zien? Ja, dat is een verrassing. Dat hou ik bij mij. Dat hou ik bij je. Nou, bedankt. Alsjeblieft. Hey Nico, wat heb je gewonnen? Ik heb 2 prijzen gewonnen, een eerste en een tweede prijs. Dus best in size en variety. Ja, klopt. En nou heb ik het juryrapport gelezen van jou. Alle vissen, ook als je langs het vat loopt,
super mooie huidkwaliteit. Hoe doe je dat? Elke week doe ik de klei toevoegen, Jeroens klei. En als ik de kooishow start, doe ik 2 weken van tevoren, doe ik om de 2-3 dagen doe ik wat extra klei erin. Ja, want het valt echt op, zeg maar, als je alle andere vissen ziet, zeg maar, de glans in het vat was heel erg hoog. Ja, dat klopt. En als de show is, dan haal ik 3-4 dagen van tevoren haal ik de vis uit de vijver. Dan doe ik ze in het vat en dan gooi ik daar wat scheppen klei bij in, beluchting erbij in en dan zwemmen ze eigenlijk 2-3 dagen lang alleen maar in klei. Oké, okay. Nou, dat is wel een leuk weetje, zeg maar, want hoe grote vijver heb je? Ik heb 8 kuub. 8 kuub, dus dat is een relatief kleine vijver. Ja. En nou las ik ook, zeg maar, dat je moest werken aan body, want maar hou je de vissen bewust kleiner? Of? Ja, ik hou ze bewust kleiner, omdat ik niet wil dat ze te groot worden in de vijver en dat ik mijn visjes te snel laat groeien, dat dan de huid, die cel, dus kleur in de cel kapot gaat. Ja. Dus dat wil ik niet. Ja, dus in jouw geval, zeg maar, je moet nou wel iets gaan werken aan body, anders dan is de verhouding een beetje weg bij de vissen. Heb je voor jezelf een idee hoe je dat dan wel kunt doen? Ja, ik heb het erover gehad met Jeroen en als ik het goed begrepen heb, moet ik meer gaan voeren en ander voer gaan gebruiken. En dit jaar heb ik ook een voerprogramma gebruikt van Jeroen, maar omdat mijn vijver tussentijds veranderd moest worden, ja, zijn ze een tijdje uit de vijver geweest. Dus ik moet een tijdje uit de running, zeg. Ja, uit de running. Uit ja. De running. Hey, en voor volgend jaar, heb je nog plannen voor de show of heb je nog, wil je iets prolongeren? Ja, mijn doel is gewoon 3 prijzen te pakken in plaats van 2, want ik heb elk jaar nog 3 prijzen gehad. Ja, en ik wil echt aan de body gaan werken. Ja. De glans is goed, maar dat is gewoon mooi body, klein maar goed. Ja, klein maar goed. Dus ja. Volgend jaar zien we jou terug met dikkere vissen, maar wel met dezelfde glans. Ja, dat zeker, 100%. Dankjewel. Nou, Maurice, je hebt samen meegedaan met je broer. Ja. Toch? Ja, dat is helemaal correct. En met hoeveel vissen hebben jullie gedaan? 9 vissen. 9 vissen. Ja. Hey, en eerste keer, tweede keer, of hoe vaak heb je mee gespeeld? Oh, tweede keer. Tweede keer. Ja. En was het geslaagd? Zeker. Ja? Ja. Wat vond je ervan, laat ik het zo zeggen? Je kunt veel leren van de anderen in ieder geval. Ja. En waarom ik er anders van zijn? Geen idee. Ja. Ondanks de slechte weer was het geslaagd. Ja, het weer was natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Eventjes, hè. Jullie hadden 8 vissen bij je. 8 of 9 vissen. Allemaal in 5. Hoeveel liter water heb je thuis? 8000 liter. 8000 liter. En ik heb het juryrapport gezien. Heb jij het juryrapport inmiddels ook gezien? Of nog niet? Ik heb hem wel gezien, maar nog niet in bezit in ieder geval. Hey, nou, zwom er 1 visje, dat is mijn gedachte, die komt direct naar boven. Een Kokama Otsiba, is die van jou of van je broer? Die groot met gijs? Ja. Dat is van mijn broer. Dat is van je broer. Ja. Echt super mooi vis. Ja. Dat is echt een mooie vis. Ja, dankjewel. Ja. Komt bij mij vijver. Komt bij jou vijver. Ja, dat scheelt. Dat scheelt. Ja. Het juryrapport stond in, de vissen missen een beetje glans en een beetje body. Mm-hmm. Hoe kijk je daarna? Kun je je daarin vinden? Ik zie het zelf nog niet helemaal om, maar dat komt allemaal nog wel. Ja. En op het moment dat ze zeggen van ze missen een beetje de glans en je hebt rondom je heen gekeken bij andere vissen, kun je dat dan zien, dat verschil? Of? Nog niet. Nog niet. Maar. Okay. Dus dat moeten we nog uitleggen. Ja, even uitleggen hoe dat allemaal gaat. Hey, en volgend jaar, de Koi Show, doen jullie weer mee? Ja. Ja? Zeker. Ja, we zijn als eerstes, dus... Als eerstes? Ja. Hey, en heb je voor jezelf idee van de dingen die je wil aanpassen? Of heb je een strategie? Of zeg je van nou, volgend jaar wil ik minimaal zoveel prijzen halen? We gaan sowieso wat aan de glans doen en in de body natuurlijk. Uh-huh. Dus in ieder geval iets meer voorgeven dan normaal. En dan met meer vissen of met meer prijsneus en met minder vissen komen? Ja, zoiets, we gaan gewoon met de hoofdprijsneus. Met de hoofdprijsneus, ja. Oké. Ja. Dus de hoofdprijs was dit jaar 2 verschillende hoofdprijzen natuurlijk. De Grand Champion en van de Champions League. Speel je volgend jaar weer mee in de Champions League? Hier hoorde ik even de kampioenschap. Ja? Nee. Oké. Okay. Ik ga eerst met de vijver aan de gang. Ja. En wat vis eruit gooien. Ja. En dan, na 2021 dan ga ik weer verder kijken of ik meedoe of niet. Ja. Dus dit seizoen voor jou duidelijk, er moeten wat vissen uit, daar ben je al een tijdje mee bezig. Hè? Mm-hmm. Dus een beetje doorselecteren van je visbestand.
Ik denk dat dat natuurlijk ook wel meer draagt in de body en in de rest natuurlijk. Dat sowieso, ja. Want ja. Je hebt wat te veel vis in de veef, of niet? Ik heb niet te veel vis, ja. Want hoeveel vis heb je? Ik heb 8 kuub water en daar zit een vijand van het, hè. Ja. Ja, dat is een beetje veel, hè. Dat is een beetje veel. Ja, dat is dus, heel veel. Nou ja, bedankt. En we hopen je natuurlijk volgend jaar samen met je broer, dat hij weer in beeld mag komen, zeg maar, zonder balkje. Ja, dan, zonder balkje, zonder ja. balkje, dan, ja. Dan staat hij hier in plaats van jij. Dat is gewoon scheet dus. Top man, helemaal goed. Nou Niels, wat heb je gewonnen? De Grand Champion op de Hoens Kooi Show. En wat houdt dat in, de Grand Champion? Dat je de beste vis van de show hebt, tot zover. Tot zover, en in wat voor categorie heb je gewonnen? Go Sanker. Go Sanker. En voor de niet-kenners onder ons, wat voor vis heb je? Een Showa. Dus een Showa. Ja. Wat voor soort Showa? Kinder Showa. Kinder Showa. En hoe oud is je vis? Ik ben 4. Ze is nou Gozai. En wat houdt dat in? Dat is een 5-jarige vis. Dus. Een 5-jarige vis. Hey, en hoe heb je de vis voorbereid? Wat heb je met haar gedaan? Wat hebben we met haar gedaan? We hebben ten eerste de hele zomer hem met water gegroen. Door de algenexperts gedaan, zodat de huidkwaliteit optimaal naar boven komt. We hebben gewoon een normale Jeroens voer gevoerd. We hebben zout in het water gedaan. We hebben meelwormen hebben erin gedaan om body te pakken. En zo zijn we eigenlijk de hele zomer doorgegaan, stapsgewijs. Tot de laatste paar weken hebben we de UV aangezet, zodat we kunnen zien hoe ver ze ontwikkeld is. En zodoende hebben we mee naar de show meegenomen. Dus het is echt wel een sport wat je hebt gedaan. Het is niet zomaar even de vis scheppen uit de veven en naar de show. Nee, dat is zo eigenlijk natuurlijk niet. Moet stap voor stap, stapsgewijs, ga je eigenlijk alle puntjes na om voor een show op voor te bereiden. Oké. Hey, en hoeveel kuub inhoud is je vijver? 16 kuub. 16 kuub. 16.000 liter. 16.000 liter. En daar zijn we dus nou kampioen in. Daar zijn we nou kampioen in, ja, dat klopt. Hey, en je riep al iets van voer, meelwormen en ander spul, maar wat houdt het allemaal in? Wat houdt het in? Ja, dat is een hele goede. Als je meelwormen gebruikt, dat is puur eiwitten toevoegen. Dat ze zeg maar body pakken. En het gewoon een normale Jeroensvoer, daar zitten de andere voedingsstoffen wat een vis nodig heeft om te groeien, zeg maar. Hey, dus ik las net het juryrapport, dat heb ik hier voor mij. Er staat in een beetje dat het hier iets lichter is ten opzichte van het Shiro en eventueel groei. Wat houdt het allemaal in? Wat het inhoudt. Nou, onze kinder Showa is dus van de zon is een groeisprut gemaakt, waardoor de beni uit elkaar getrokken is. En daardoor is dus een beetje oranje geworden in plaats van rood. Okay. En als dat dus wel in verhouding is, dan komt de Shiro wel weer helemaal. Verhouding. Ja. En hoeveel groei heeft ze gepakt? Ze heeft goede 10 centimeter gepakt. 10 centimeter deze zomer. Oké, okay. En vorig jaar zat ze er tegenaan dan tegen deze prijs, of komt dit uit de lucht vallen? Vorig jaar zat ze er bijna tegenaan, maar dat is net niet geworden om een bepaald puntje. En dit jaar is ze dus wel helemaal recht getrokken. Okay. Waarschijnlijk door de lengte wat ze gepakt heeft. Oké, okay, super. Hey, en wat is het doel voor komend jaar? Wat komend jaar nogmaals Grand Champion worden, uiteraard. Dus, en wellicht ook nog een Jumbo Champion erbij. Even zien wat we gaan doen. Voor nu hebben we dit jaar goed afgesloten. Dan gaan we eerst maar de winterperiode in. Oké. Okay. Hey, en wat vond je van de show? De show was geweldig. Ja? Mooi opgezet. Alleen het weer was dan jammer, maar voor de rest was het gewoon prima. Veel mensen gezien, veel enthousiaste mensen, dus het publiek was goed. En jammer van de regen, voor de rest was het top geregeld bij Jeroens, zoals altijd. Nou, super bedankt en geniet van je prijs. Ja, dat gaan we zeker doen de komende tijd. Welkom bij weer een nieuwe Lars en Security Live. Dit keer geen no. Met Jan samen. Kooishow zit erop. Wat vond je ervan? Ik vond het een geweldige kooishow. Ik heb ervan genoten. Wel heel veel werk, moet ik zeggen. Dat vond ik ook heel erg mooi. Vis vond ik de niveau erg groot. Ik heb er gewoon van genoten. Ik vond het een geweldige mooie kooishow. Ja, wij ook. Heel veel positieve reacties, veel oudere klanten, zeg maar, klanten van het verleden die zijn geweest en die allemaal komen kijken bij ons en kijken hoe het gaat. Qua jurybeoordeling zijn we zeer te spreken, maar ook de nieuwe competitie, dat was ook extra werk. We hebben ons uit de naad gelopen, zeg maar, tijdens het weer natuurlijk, ja, dat was ook een dingetje. Plussen en minnen voor volgend jaar. Pluspunt is dat Champions League veel groter wordt, maar gewoon nog veel wat niet groter, of wel? Nee, denk het ook niet. Ik denk ook niet dat we dat moeten doen.
Ik vond het veld erg groot, of niet erg groot, maar erg mooi, goed te overzien. Ik kon goed langs de vaarten lopen. Ik vond het geweldig. Ik denk niet dat het geworden moet, maar nee. En dat denk ik zelf ook niet. We hebben natuurlijk een aantal sponsoren op de achtergrond. Sibo voor de vaten, Hoos of Kata voor de Vircon en Prezen. Als we veel groter worden, dat willen we niet. Dat geven we zelf ook aan, want het moet laagdrempelig zijn. Juist voor de gewone hobbyist. Ja. Overal zeg maar, zijn er nog bijzonderheden geweest. Deze show van vissen die er voor jezelf heel erg uit hebben gesprongen. Je speelt natuurlijk al jaren aan de kooishow meer. Je ziet natuurlijk genoeg andere vissen. Dat zijn zeker wel. Wat ik heel erg mooi vond, dat je veel variaties van vissen zag. Dus minder koosanker die er absoluut op zwommen. Maar wel veel meer variaties van aparte vissen. Wat ik heel erg mooi vind op deze kooishow. Nogmaals, ik heb er gewoon van genoten. En de eerlijkheid hoe wij spelen is gewoon heel erg belangrijk. En de vis wordt hier gesureerd en verder niet. Dat vind ik belangrijk. Hey, en heb je zelf een paar Friendship Awards erin gegooid? Dat doe je ook al 3 jaar. Kun je die eens een klein beetje toelichten? Ja. Wij hebben gekozen, ik moet wel zeggen wij hebben gekozen, maar mijn vrouw heeft ook natuurlijk meegedaan. We hebben vooral gekeken wat wij mooi vinden, wat ik mooi vind, wat wij ook in de vijver hebben zwemmen. En er waren 2 Azaki's, één nog in ontwikkeling, de andere die was al ontwikkeld. Gewoon geweldige mooie vissen, daar word ik warm van, dat vind ik geweldig. En een grote Mogashi. Ik heb zelf Mogashi's in mijn vijver zwemmen, dus dat vind ik gewoon geweldig, mooie vissen, mega groot, mooi. Hey, en als ik jou dan zo zie, want wij hebben dan tijdens de show veel contact en je loopt dan rond. Of ik heb het mis, maar je herkent de kweken van zo'n vis. Ja, absoluut. Nog niet zo denk ik als jij, maar ik zie nu wel waar de grote vissen, waar die wegkomen, denk ik wel. En vooral in de structuur van de vis, de bouw van de vis, kan ik een beetje zien bij welke kwekers wegkomen. En bij mij, je ziet heel veel vissen wat bij Yuzawa wegkomt, dat is gewoon een feit. En dan af en toe zie je nog wat van Maruero visjes voorbij komen. Ja, dat vind ik gewoon leuk om die link te leggen. Ja. Gewoon geweldig. Hey, en voor volgend jaar, want we zijn natuurlijk samen met App en mijn moeder en Wendy en Ilse de motor achter dit geheel. Ik vraag jou nou, zijn we volgend jaar weer? Doen we het weer? Ja, absoluut. Zeker. Ik heb er zoveel van genoten. Ik heb van deze show zoveel geleerd. Ik hoop dat ook ooit, dat weet ik wel zeker, met jou uit te spreken om dingen nog weer iets anders aan te pakken, nog weer iets in verandering, nog weer beter, nog weer mooier en zeker volgend jaar weer, ja absoluut. Dus, bij deze, dit is de man zeg maar, die jullie vissen indient, die man die gaat daarover. Je hoort wat hij zegt, hij spreekt mee aan, dus het is net zoveel zijn show als mijn show. Dat is ook zeg maar wat ik jullie meer wil geven, dit is niet alleen een feestje van Jeroen. Maar dit is een feestje gedeeltelijk georganiseerd door en de hobbyist. Die hebben er net zoveel zeggenschap in als mee. Dus als Jan zegt, we moeten een aantal dingen verbeteren. Of Ab zegt, of Ilse zegt, dit moet anders. Dan komen die dingen worden verbeterd. Ik kan niet zonder hun en hun niet zonder ons. Dus wat hij nog net zegt, dat hij daar samen mee weer gaat zitten, dat zal een ding worden. Ja, absoluut. We hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers gehad. Die we ook moeten bedanken. Robert heeft zijn pleuris gelopen met de dansshows. Ja, en ook boven in de regen. We hebben Duitse vrijwilligers gehad. En, iedereen heeft geholpen. Dat moeten we natuurlijk. Dat komt ook nog goed. Voor nu, voor volgend jaar. Een aantal veranderingen die we al weten wilt gaan doorvoeren. Het Champions League veld wat groter. Heb je daar nog wat over te zeggen over die winnaar, meneer Moes? Verrassend. Maar zeker wel. Terecht, want ik heb zelf mijn lijstje rondgelopen om een vis uit te zoeken en ik ben ook bijna bij hem geëindigd. Ik heb wel zo een andere op papier gezet, maar ik ben wel bij hem geëindigd. Erg mooie vis en zeker terecht. Ja, ik hoop ook echt dat hij meer gaat naar Japan en dat hij dan een hele leuke reis krijgt. En om terug te komen op de vrijwilligers, ja, zonder vrijwilligers kunnen we het niet. En dat is wel heel belangrijk en ik ben heel blij dat ze er allemaal zijn geweest. Want in mijn eentje kan ik het ook niet en kunnen we het sowieso niet. Dus die vrijwilligers is wel heel erg belangrijk. Ja, absoluut.
Nou, bij deze bedankt en 2020? Ja, absoluut. Absoluut. Hey!